Hallo, ik ga laten zien hoe je een portemonneetje, zo'n portemonneetje, vouwt van het drankkarton. Nog een paar voorbeeldjes. Je hebt een drankkarton, dit is nog een voorpak. En dan gaan we de boven- en de onderkant afknippen. Dat heb ik bij deze al gedaan, dus hier ga ik mee verder. Nou, als je dit hebt, moet je natuurlijk ook schoonmaken hè, van de binnenkant, anders krijg je een vies portemonneetje. Ga even kijken wat je de leukste kant vindt. Nou, ik vind dit de leukste kant. En dan moet je ook nog kijken wat het klepje moet worden. En wat de achterkant wordt. Nou, dit ga ik het klepje van maken, dan heb ik zo'n blauw stukje. En dit wordt dan de rest van het portemonneetje. En de rest vouw je allemaal in, dus dat zie je niet. Nou, dan vouw je aan de kant waar het klepje wil hebben, of niet vouw je, daar knip je. Dan knip je het pak voor 1/3 in. Zo. En dan knip je de rest, knip je weg, recht. Dit is over van het pak, een knepje en een stuk vierkant. Dat gaan we invouwen, deze zijkanten, die vouwen we in. Zo, dat is eigenlijk zo recht mogelijk. Het is altijd wel handig als je een lineaaltje hebt of een recht stukje hard materiaal, om daar omheen een vouw te maken, want dan kun je beter bepalen waar het komt. Dan had ik al een vouw gemaakt. Zo. Het ziet er wel ingewikkeld uit. Maar je legt dan de vouwlijn, daar leg je een lineaaltje. Dus dan heb je dit. Vervolgens vouw je hem zo erom. Dan heb je dan je portemonneetje al, maar dan moet ik nog even gaan afwerken. Dan heb ik deze vouw niet helemaal netjes gemaakt, dus moet hier nog een stukje af. Dat ga ik even mooi rond. Je maakt een gaatje. En je doet nog een stukje tape tussen deze twee. Die plak je aan elkaar vast. Kun je ook nieten, maar het is erg lastig om een nietmachine hierin te krijgen. Dus ik doe het met een stukje tape. Je kunt geen gewone plakband gebruiken, want die scheurt gelijk in. Dus je moet een beetje duct tape of andere stevige tape gebruiken. Dit is elektriciteits. Plakband. Het is altijd met de camera een beetje gepriegel. Maar je plakt ze dus aan elkaar. Dan heb je je portemonneetje. Je moet een sluitingje maken. Je kunt een stukje klittenband eraan nieten, dat zie je wel eens. Maar ik doe het gewoon simpel met een elastiekje. Dan ben ik vergeten een elastiekje klaar te leggen. Dus ik pak het eventjes van een andere die ik al klaar had. Elastiekje doe je erin. En is je portemonneetje klaar.